Bij Kerk 2030 gaat het om kerkvernieuwing. Kerkvernieuwing, wat is dat? Waar moet het dan over gaan? Misschien dat sommigen wel onrustig worden van dat idee. Er moet weer wat, er moet weer wat veranderen. Er wordt het kunstmatig iets nieuws doen. Nee, dat is helemaal niet wat we bedoelen. Wat we bedoelen is dat de kerk u en mij nodig heeft. Nieuwe toewijding aan de kerk. En waarom is dat dan nodig, die nieuwe toewijding? Die vernieuwing eigenlijk hè, van onze relatie met de kerk. Waarom is dat nodig? Nou, we komen uit een moeilijke tijd, een coronatijd. Het contact beperkte zich tot enkele uurtjes in de week misschien. Maar we weten natuurlijk ook wel dat de kerk het niet gemakkelijk heeft. Soms lijkt het op een woestijnreis waar we in zitten. De kerk kan wel wat toewijding gebruiken. En daarover willen we het hebben. We willen het hebben over het geloof dat je met elkaar deelt en dat je samen doet. Een belangrijke uitspraak bij Kerk 2030 is geloven doe je samen. Er ligt een nadruk op het woord samen, want dat is de kerk. Maar er ligt ook een nadruk op het woord doen. Geloven doe je samen. Geloof vraagt om handelen. Vraagt om beweging. En daarom zeggen we ook wel, de kerk is een oefenplaats van het Koninkrijk van God. Daar oefen je dat geloof en van oefenen word je sterker. We spreken over 6 praktijkvelden, 6 parcours of banen waarin je in kunt trainen. Natuurlijk zijn dat maar beelden. Waar het om gaat is dat we weten dat oefening sterk maakt. En dat je ook in het geloof je kunt oefenen op al die 6 velden. Kijk maar, om God te ontmoeten kun je in beweging komen, je kunt naar hem toe gaan. Wat betekent dat eigenlijk? Of leren leven van de kracht van genade, een ander veld. Wat betekent dat eigenlijk? Bouw je daarop en vertrouw je erop dat God genadig is en zo je leven draagt. Of, derde veld, wat betekent het om Christus te volgen, ons leven aan hem te wijden? Of, nog een veld, wat betekent het om een gemeenschap te vormen en vanuit die gemeenschap uit te reiken naar de wereld? Enzovoort. Op al die velden kun je oefenen en kun je elkaar helpen. Kun je vormen vinden, kun je gesprekken voeren, kun je samen kerk zijn. Daarom noemen we dit praktijkvelden, praktijken van kerk zijn. Nou, we stellen dit voor, vinden dit iets om met elkaar over bezig te zijn, de gesprekken over te voeren, op weg naar 2030. Het is nog niet zo ver, we leven in 2021. Dus we hebben nog even te gaan om hier rustig met elkaar aan te werken en aan te bouwen. De kerk lijkt soms ook wel op een tuin. Dat is ook een Bijbels beeld. Er is een wijngaard, er is een tuin en daar groeien dingen. Het is niet door ons, dat is door God, door Gods genade. Maar we kunnen er wel iets aan doen. We mogen erbij staan, we mogen planten, we mogen verzorgen en we mogen genieten van die tuin. En laat zo de kerk groeien en bloeien als een beeld van Christus voor ons en voor de wereld.